Het werkt eigenlijk best wel goed om af en toe inderdaad een biertje te drinken en dan en even te relaxen. Ik ben Jasper van der Veen. Nou, je kunt mij wel kennen van de Comedy Train. Daar speel ik nu sinds kort in de kelder onder het Hilton Hotel. Op Bali heb je dus een hele leuke soort van MDMA-stoonde versie van religie. Ze geloven daar in een god die heet Vishnu. Dat is een roze olifant die houdt van snoep. Dat is al best heel relaxed, toch? Dan heb je al een super relaxed geloof. En je kunt me kennen van de Albert Heijn in de Javastraat, want daar ga ik af en toe wel eens winkelen. De kans is eigenlijk even groot dat je me kent van de Albert Heijn in de Javastraat of van Toemler, want we spelen nog niet zo lang. Ik ben 2 jaar geleden een beetje actief begonnen met spelen bij de Comedy Train. Toen heb ik daar de open mics gedaan. En ik kon dat niet, maar dat ging wel goed. Op een gegeven moment ging het steeds beter. En toen hebben ze gevraagd of ik auditie wilde doen. Nou, ik heb die auditie gedaan. Dan heb je dus al die mensen die je gewoon op tv ziet, die zitten dan in dat publiek. Die zitten dan naar jou te kijken. Nou, als je kunt dealen met die stress, moet je hopen dat je goed speelt. En als je dan goed speelt, dan kom je er doorheen. We zijn nu in Café de Walvis en je hebt hier een hoekje waar als je heel slecht schrijft en je zit te janken, dan kan niemand het zien. Dus dat is vet relaxed. En als je heel goed schrijft, dan heb je daar lekker veel ruimte. Dus draai je goede muziek, dus dat vind ik altijd relaxed. Maak ze grap, die vraag die krijg je heel vaak. Ik had het laatst, kwam een stelletje naar me toe en die zeiden, kom je ook uit Groningen? Wij ook. En toen bleef ze zo heel lang stil, zo je aankijken. En toen zei ik gewoon iets vrij simpels over waar ik vandaan kwam. Toen waren ze echt een beetje teleurgesteld dat het geen grap was. Dus toen liepen ze weg en toen hoorde ik dat meisje nog net tegen die jongen zeggen van hij vindt echt helemaal niet grappig. Soms sta je in een café te praten en iedereen is minding his own business. Iedereen is gewoon met zichzelf bezig, een beetje bier aan het drinken. En dan plotseling heeft één iemand een goed verhaal. En iedereen draait zich om en zit daar dan naar te kijken. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in een comedy show. Alleen dan ben jij degene die op dat podium gaat staan en zegt, luister hier, ik heb een goed verhaal. En dat moet je dan waarmaken. Ik heb nu 0 euro. Ik kreeg vanochtend een mailtje van de ING-bank en er stond in, wil je beleggen? Check dan eerst even mijn rekening. Ik wil gewoon heel graag mijn boterham beleggen, dat is wat ik wil. Ik schrap meestal na de show. Als het publiek collectief heeft besloten dat het geen goede grap was, nou, dan ga ik het nog 2 keer proberen. En dan op een gegeven moment moeten we ook een beetje praktisch blijven. Zo krijgt een grap gewoon de lach die hij verdient. Dat was nu gewoon een hand. Leuk. Soms vind ik zelf iets gewoon heel grappig. Misschien ben ik de enige die grap echt grappig vindt. Of één iemand in het publiek. Nou, fijn dat die er is. Je kunt best een comedian zijn die in een bepaalde niche zit. Maar als je de enige bent in die hele niche, dan speel je alleen maar voor jezelf. Dus. En toen zei die gast, die zei hoer. Oh. En er was geen gratis beroepskeuzeadvies, zeg maar. Er was gewoon echt hoer. En ik vind dat heftig, want op zich, weet je wel, het is mijn vriendin. Ik ga met haar naar bed. Ik betaal ook best wel veel dingen voor haar. Maar als je één klant hebt, ben je geen hoer, vind ik. Dat is zo erg.